Met de recente ontwikkelingen nationaal en internationaal is het duidelijk dat ondernemers hun manier van ondernemen moeten aanpassen. Enige creativiteit zal nodig zijn om een bloeiende onderneming in stand te houden. Vooral wanneer het gaat om beginnende ondernemers die hadden gefocust op de avonduren. Voor mij, mijn zaak gaat open vanaf 10 uur 's avonds tot 4 uur in de nacht, zeg maar. Dus die avondklok is voor mij niet goed. Dus ik zou toch iets anders moeten verzinnen om dit gat op te vullen eigenlijk. Want er moet iets gebeuren. Ik bedoel, ik heb nu een zaak waar de kosten doordraaien. Dus er moet echt iets gaan gebeuren zodat ik toch profijt eruit kan halen in principe. Want dit is, avondklok is niet goed voor mij. En ik denk voor meerdere bedrijven niet trouwens. De aankomende dagen ga ik gebruiken om er even over na te denken. Ik heb 2 weken van de staat gekregen om creatief te zijn. Dus die ga ik gebruiken. En tot die tijd moet ik gewoon even rustig zitten totdat ik een nieuw idee heb gevonden om even de tijd te overbruggen. Afkijken van ondernemers in het buitenland is niet slecht. Wat wij wel moeten doen is onze eigen creativiteit aangeven. Bedrijven zijn onder normale omstandigheden in de ochtend tot de middag open en dan weer andere die in de vooravond de deuren openen. Ryan Rijker heeft niet zo lang terug ook een onderneming geopend en geeft aan hoe het nu gesteld is met de openingstijden. Het is namelijk zo, je gaat uiteindelijk creatief moeten zijn. Ik zeg altijd, het is niet blijven zitten. Onze onderneming draait nu al 9 jaren. Het is elk jaar een beetje geweest pakken, meten, kijken hoe je het een en ander doet. Met deze hele COVID-19 situatie heeft het eigenlijk, we zullen niet zeggen, een domper gebracht op onze economie zozeer. We moeten en we mogen, we gaan sowieso creatief moeten blijven en kijken hoe jij je tijden zou kunnen veranderen, dat jouw onderneming nog steeds op een of andere manier op zijn toeren kan blijven. En net wat ik net zei, het is elke dag nadenken en dat maakt het juist spannend. Met de recente ontwikkelingen rond de COVID-19 pandemie moeten we meer produceren om aan importvervanging te kunnen doen. De bewustwording over de potentie in verschillende sectoren komt op gang. Maar moet de eigen identiteit blijven behouden. Het is rustig zitten, het is gaan nakijken, nadenken. Elke dag ga je moeten zitten met je pen en papier en nadenken van oké, welke kant willen we op? En ik zeg altijd, als je 1 kant volgt en je blijft je lijn volgen, nou, dan moet het lukken. Surinaamse jongeren kunnen nu makkelijk aan informatie komen om een eigen onderneming te starten. Ik zeg je eerlijk, ik vind dat ze toch best wel creatief zijn. Er zijn mensen die ijsjes verkopen, er zijn mensen die petten verkopen. Ik zie zoveel dingen, dus ik kan niet zeggen dat jonge Surinaamse ondernemers niet creatief zijn. Het kan misschien nog wat creatiever, maar ze doen hun best, heb ik gezien. En Suriname is ook een land waar je lekker creatief kan zijn, want er zijn bepaalde dingen zijn er niet. Dus het ligt aan jou als jonge ondernemer wat je met die kans doet en met die open gat doet in principe. Want er zijn genoeg dingen die je denk ik hier kan beginnen. Ik zou zeggen, blijf nadenken. Voor mij is het ook niet binnen een week gelukt. Blijf gewoon nadenken van wat kan ik toevoegen aan Suriname. En dan moet er een dag een belletje gaan rinkelen van dit moet ik doen of dit kan ik doen. Dus dat zou ik ze aanraden om gewoon te blijven denken en creatief te blijven zijn. Wat ook blijkt is dat klanten nog net voor sluitingstijd langsgaan om hun laatste snack of artikelen te halen voor 8 uur 's avonds.